1 april. We kunnen het toch proberen? Goedemorgen, dit is Radio Veronica. Muziek terwijl u werkt vandaag voor Harry van Doorn's rioleringsbedrijf. Verder voor Suzy Wafels in Buizen in België. En de VOO, de verdienstelijke omroeporganisatie in Hilversum. Omdat het vandaag donderdag is, muziek terwijl u werkt voor 4 bedrijven. En het 4e bedrijf is Maréchal's Marmeladefabriek Niet te Pruimen. En dat is in Brussel. Vorige week donderdag was Radio Veronica terug in de ether dankzij Radio Miamigo. Helaas, het was een 1 april grap. Maar de stunt heeft grote indruk gemaakt in Nederland, want de reacties waren enorm. En vrijwel allemaal gelijkluidend. Jammer dat het een 1 april grap is. 2 dagen later, dat was afgelopen zaterdag, verscheen er op de voorpagina van de Telegraaf het bericht dat de officier van justitie, meester Pieters, de jacht op Miamigo opende. Radio Veronica is nu ruim 1,5 jaar uit de ether als commercieel radiostation. Maar we zijn tot de ontdekking gekomen dat het nog steeds mogelijk is om commerciële radio in Nederland te brengen. Behalve Radio Miamigo bereidt op dit moment Radio Andorra dit soort uitzendingen voor. En Radio Luxemburg is al jarenlang actief met commerciële radio. Een van de discjockeys daar is Frans van der Drift en die verzorgt op zondagavond een op Nederland gericht hitparadeprogramma. En aan Frans van der Drift vroegen we wat voor uitzendingen Radio Luxemburg nou precies maakt voor Nederlandse luisteraars. Dat zijn commerciële uitzendingen voor zover de Nederlandse en Belgische markt geïnteresseerd zijn in dat tijdstip. Programmaleider Joop Verhoof van Radio Miamigo is zich waarschijnlijk op dit moment ook erg bewust van de jacht die op hem en de zijnen wordt gemaakt. Hoe voel je je eronder, Joop? Nou, direct gezegd, we voelen er erg weinig van hier, hè. En dat komt mede door het feit dat we ver van Nederland verwijderd zijn. Maar het geeft wel een gevoel van onbehagen in zijn totaliteit. Je weet dat... Ja, je weet dat de officier van justitie, meester Pieters, 8 dagvaardingen heeft uit te doen gaan naar medewerkers van Miamigo. Weet jij wie dat zijn? Nou, het is meestal is de justitie beter ingelicht als wij. En dat houd ik op dit moment ook maar aan, maar wij weten het ook niet. Er is op dit moment nog geen dagvaardiging binnengekomen bij iemand hier in Playa de Aro. Hebben jullie het onderwerp al besproken inmiddels? Ja, uiteraard wordt, als je dat leest, zo'n grote kop in de verschillende kranten, dan wordt er natuurlijk wel over gesproken. En wat is jullie reactie? Nou, er is maar één reactie, we blijven doorgaan. Keihard? Nou ja, keihard, we gaan door. Maar ondermijnt zoiets het moreel niet bij jullie? Nou, aan één kant is het natuurlijk wel een steek onder de riem voor ons, maar... Aan de andere kant zou ik toch willen zeggen, ja, je zit ergens ver van huis, dat is dan ook weer een voordeel. Dat je het eigenlijk niet zo direct voelt. Het staat wel in de Telegraaf en ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen en vooral familieleden zich daar erg ongerust over maken. Maar nee, het is moreel ondermijnen, nee. Dat zie ik niet. Betekent dit dat niemand van jullie op dit moment kan terugkeren naar Nederland? Nou, dat valt te bezien. Volgens de laatste gegevens die wij hebben, zouden wij... nog steeds terug kunnen. Je kunt een Nederlander die een overtreding maakt in Spanje door een rode toplicht begrijpt bijvoorbeeld niet straffen in Nederland. En wat gebeurt er dat jullie af en toe terugkomen in Nederland? Er zijn regelmatig mensen die teruggaan, ja. Ja, ja. En is er niemand van jullie echt bang? Ligt hij daar wakker van? Of? Nou, de trend hier is dat zich inderdaad daar niemand zich erg druk over maakt. Kun je schetsen hoe het gaat met Miamigo, wat betreft de recente historie? Gaat het steeds beter? Ja, je kunt dat programma technisch bekijken of je kunt dat op de reclamewerving bekijken. Maar in zijn algemeen kunnen we zeggen dat Miamigo nog steeds vooruit gaat. Hebben jullie veel reacties gehad op de 1 april grap? Ja, zonder meer. Verschrikkelijk veel reacties en vooral in positieve zin
voor wat betreft jullie. Hoe het kan dat jullie maar 3 uur hebben. Ja, ja. Men is Veronica nog niet vergeten, dat blijkt. Nee, zonder meer niet. Dat kan ook haast niet, hè. Is dat voor jullie een stimulans om nog steviger door te gaan? Ja, want ik vind doordat Veronica verdwenen is, dat er toch nog steeds een beetje radio gemist wordt in Nederland. En niet een klein beetje, maar misschien wel een hele hoop. Als je jezelf een bepaalde kans zou moeten geven, hoe lang denk je dat je nog volhoudt met Mi Amigo? Nou, dat is afhankelijk mede van de politieke situatie. En daar zijn we ons ook erg goed van bewust. Maar zoals de zaken er op het ogenblik voor liggen, denk ik toch dat Mi Amigo zeer zeker nog een tijd door zal gaan. En ik denk in termen van een jaar, twee jaar. Er zijn misschien ook nog wel andere mogelijkheden om uit te zenden. Die zijn er zonder meer. Kun je er iets van noemen? Nou, nee, daar wil ik me er niet over uitlaten. Hallo, Stan Frans van de Beek hier. Dag Frans. Hallo kerel. Erg leuk je even te horen, joh. Dat is lang geleden, hè? Ik heb je nog liever even gezien, je moet een keer langskomen. Zou jij nog iets tegen de luisteraars willen zeggen? Luisteren ze? Ja, ze luisteren, ja. Ja, maar jullie hebben ook televisie nu natuurlijk, hè? Op 21 april? Ja, ja, ja. Nou, dan wil ik dat zeggen wat die 21 april betreft. Dat ik hoop dat het een kei van een programma gaat worden. En ik krijg wel de indruk dat het gaat gebeuren. Wat er allemaal gaat gebeuren, weet ik dus niet. Daar wil ik ook maar van zeggen en zo. Maar ik dacht wel dat jullie een klap kunnen maken op die 21ste. Stan, zullen we nog een plaat draaien voor je familieleden hier in Nederland? Heb je een plaatje? Nou, we zoeken wel wat op. Ja, doe maar iets, joh. Nou, je moet hem zelf even aankondigen. Ja? Je favoriet, hè? Mijn favoriet? Ja, maar heb je die bij de hand, joh? Ja, natuurlijk, joh. Ja, dat is Tony Bravo met Holiday. Goed zo. Voor mijn moeder.